Oké, we zijn hier vanavond bij Kolderhoeve Party 2018. We gaan even een paar willekeurige mensen wat vragen stellen. Je bent hier vanavond bij Kolderhoeve, ben je voor het eerst? Ja. Is dit echt je allereerste keer hier? Allereerste keer. En wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind het heel gezellig allemaal. Ja? Hallo iedereen! Nee, ik moet niks zeggen. Hey, jij niks? Ik vind het een heel mooi feest. Ik vind het goed dat ze dit soort dingen organiseren voor de jeugd, zeg maar. Dat ze hier naartoe kunnen. En dat is gewoon een heel mooi feest. Kijk! Ben je hier voor het eerst? Nee, het tweede jaar. En vind je het leuker dan vorig jaar tot nu toe? Ja, tot nu toe wel. Ja? En kom je nou voor de Beatcrooks, voor Face Nation of voor de Heus DJ? Ben toch mee voor de Beatcrooks. Oké. Wat vind je van het feestje? Ik vind het echt geweldig. Gezellig. Super gezellig, ja, ook ja. En kom jij hier voor de muziek, de gezelligheid of voor de drank? Voor de draad. Oh. Ja, we gaan dus nu even een blaastest doen. Ik ben benieuwd of ik hem haal. Wat is de bedoeling? Heel even wachten nog tot het apparaat klaar is. Zeg nou ready. Dus dan mag je de lippen eromheen zetten en blazen tot ik stop zeg. Blazen. Ja, Omar. Dan gaan we wel kijken wat hij voor jou heeft. Oké, ik ben benieuwd. En volg even mdrm.laagstreep op Insta. Love jullie. Zo, dat is niet mis. En hoeveel biertjes zijn dat in principe? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het is ongeveer, denk ik, 8 glazen bier. Dat kan zomaar kloppen. Ja, ja dat zit aardig in de buurt. Ja. Ja, en dan de jubileumeditie. Voelt het nog extra feestelijk? Nee. Het is gewoon bier drinken. Ja. We zijn hier met Face Nation. Jullie komen net van het podium af. Wat is jullie eerste reactie? Wat is het daar warm? Ja, hetzelfde. Wat is het daar fucking warm? En qua sfeer? Ja, is dik. Luister dan, we wisten eigenlijk niet wat dit was. Wel eens van gehoord natuurlijk, maar niet echt dat dit het was. Snap je wat ik bedoel? En we lopen hier die schuur binnen. En het eerste wat we zien is fucking veel mensen die fucking hard uit zijn plaat gaan. Nou, is toch vet? Dat is fijn. En dat je hier dan mag staan en dat ze zo fucking hard meedoen is alleen maar top. Ja joh, één grote gekkigheid hier in Kolderhoeve. Hallo! Ik hou van je mama! Ja, dit was het dan. Kolderhoeve 2018. En ja, het was een gezellig feestje. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ja, en zoals je ziet, het is nog bomvol. Het feestje gaat nog even door. En de organisatie gaat vooral zo door. Het is super gezellig en zoals je ziet, iedereen gaat uit zijn bol. En het is één gezellig feest.